Yo, gasten. Ja. Ik doe weer eens een raadsel. Nummer 38. Oké. Okay. Maar ik moet jullie eerst wat vertellen. Want we hadden eerst een Mount. Wat in Mount challenge gedaan. Maar die is mislukt. Want hij is niet goed opgeslagen. Ja. Dus hij komt later nog een keer online. Maar dan misschien wat anders dan ik had uh, gedaan. Want uh, hij was verpest. Want uh, ik was hem aan het maken met Henkie. En toen moest ik avondeten. Dus toen kon ik hem niet goed opslaan. Dan gaan we maar verder naar het raadsel. Ja, en dat is... Gaat over de bloemenman. Het is. Je gaat naar de bloemenman. Je koopt voor 2,50 euro bloemen. Maar je krijgt toch nog een euro terug. Rara, hoe kan dat? 10 seconden of op pauze. 10 seconden zijn voorbij. En jullie snappen het niet. Je koopt voor 2,50 euro bloemen. Ja, maar ik krijg 1 euro terug. Want je koopt voor 2 euro. Voor 2 euro koop je 50 bloemen. Dus niet voor 2,50 euro. Maar voor 2 euro koop je 50 bloemen. Snappen jullie hem? Als jullie hem niet snappen, ben je echt een dommie. Echt. Ik zie je, ja. ik denk dat de volgende video de What's in Mount Challenge wordt. Maar dus nu ga ik afsluiten voor deze keer. Dit was raadsel 38, later.